Ja, in de allerlaatste oefenwedstrijd maak jij je eerste minuten van de voorbereiding. Hoe is het gegaan? Uh, ging best wel lekker eigenlijk. Dat was zo in uh, ja, winst. Uh, lekker weer vandaag. Dus uh, ja, ik moet zeggen dat het wel lekker ging. Normaal gesproken, als je dan een tijdje eruit bent geweest, dan bouw je meestal rustig op. Ga je van een half uur naar 45, naar 60, naar 90 uiteindelijk. Maar jij uh, mocht na een half uur één. Je bleef er gelijk in. Was dat uh, lastig voor je? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik vond het eigenlijk best wel lekker ook. Uh, ja, zoveel mogelijk minuten maken is sowieso lekker. En ja, we hadden inderdaad wat pech met uh, wat blessures uh, hier en daar. Dus uiteindelijk kwam het wel zo uit. Dat is natuurlijk niet uh, per se het plan dat ik uh, langer dan de helft zou spelen. Maar ja, dat is al gewoon lekker. Wat, wat, ja, wat is er in principe met je aan de hand uh, waardoor je er een tijdje uit bent geweest? Ik had uh, eind vorig seizoen had ik een uh, kneuzing aan mijn enkel. Dus uh, daarvan uh, had ik iets langer nodig om uh, van te herstellen. Dus vandaar ook de langzame opbouw. Zat dus ik gewoon uh, ja, dus had ik zo best wedstrijd vandaag gewoon. Uh, ja, net als nu. Dat ik dus langer moet spelen dan, uh, dan gepland, dat het gewoon kan. Dus uh, ja, gewoon een uh, wat, wat rustigere voorbereiding. Ja. Want hoe heeft die rustigere voorbereiding eruit gezien? Heb je apart getraind? Heb je uh, voor jezelf dingen gedaan? Ja, veel apart getraind ook. Uh, met de fysio. En uh, eigenlijk pas sinds de laatste weken weer, uh, weer echt met de groep bezig. En ik moet zeggen dat het uh, op die manier wel, uh, wel prima is gegaan. Uh, natuurlijk wil je gewoon zo vroeg mogelijk uh, de voorbereiding starten. Maar uh, ja, helaas, uh, met kneuzingen heb je wel dat je, dat je soms wat langer moet wachten, helaas. Maar uh, uiteindelijk, uh, ja, ik sta er nu wel goed voor. Dus uh, ik ben blij dat ik vandaag uh, veel minuten heb kunnen maken. Kon je er ook een beetje onbezorgd in komen? Of was het toch nog een klein beetje angst dat je uh, kneuzing terug zou komen erger ergens zou worden vandaag? Um, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ik had juist meer gewoon zin om te voetballen. Lekker wit, zoals ik al aan het begin zei. En uh, ja, ook tegen derde natuurlijk is ook wel leuk. Dus uh, ja, ik had eigenlijk meer zin uh, om te spelen dan dat ik aan, uh, aan de Blessure dag zag. Maar. En nu, volgende week begint de competitie. Uh, ja, hoe ver sta jij in je? Als je het in procenten zou moeten uitdrukken, ver sta je in je fitheid? Um, ja, ik, ik moet zeggen dat ik best wel, best wel fit ben. Ik denk dat ik vandaag, uh, door de minuut die ik vandaag heb gemaakt, dat ik echt een soort van uh, bevestiging heb uh, gekregen dat ik, gewoon, dat ik er best goed voor sta. Hoeveel procent, uh, ja, dat, dat zien we dan tijdens de wedstrijd. Maar uh, ik moet wel zeggen dat ik er wel lekker, uh, lekker in sta.